Hey, dag Jan. Hey, Lola. Binnenkort gaan we weer een webinar doen. Wie heb je uitgenodigd? Ja, Lola. Op onze volgende webinar heb ik Rogier Verschuell uitgenodigd. Rogier is een freelance data solution en data warehouse architect. En Rogier is gespecialiseerd in meer geavanceerdere architecturen voor data. Ah ja, oké, goed, goed. De titel, ik ga hem even moeten aflezen. Data Product Thinking, is Data Mesh de redding voor analytics? Heeft analytics eigenlijk redding nodig? Goh, redding is wel heel sterk uitgedrukt. Natuurlijk, dingen kunnen altijd beter. Data is niet nieuw. Veel bedrijven zijn al geruime tijd aan het investeren in data. En om data op een goede manier aan te wenden om resultaten te behalen. Nu, de markt evolueert snel. Er zijn nieuwere technologieën op de markt die verschijnen sneller en sneller. En er zijn ook nieuwe inzichten over hoe je een organisatie optimaal structureert rond data. Dus afhankelijk van hoe je momenteel met data werkt, kunnen er wel optimalisaties plaatsvinden. Het is niet zo dat je ineens alles over een andere boeg moet gooien. Dus redding is veel gezegd, dingen fine-tunen en optimaliseren kan altijd. Oké, duidelijk. Maar wat bedoel je dan met data product thinking? Wel, data product thinking past eigenlijk in het decentraliseren van uw data-organisatie of uw data-architectuur. In plaats van te werken met één groot datamodel, een enterprise data warehouse, waar je de data van een heel bedrijf aan elkaar koppelt, ga je hier werken met domeinspecifieke datasetups, waar elk domein, elk team of grotere geheel binnen een organisatie zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen product. Dat data gaat verwerken op de manier dat dat domein het wil en dat het ook het juiste resultaat heeft dat voor hun de optimale businesswaarde gaat realiseren. Natuurlijk, alles binnen een groot afsprakenkader, zodat producten elkaar niet in de weg zitten en dat je op een goede manier die realiseert. Oké. Dus na onze webinar, wat gaan we dan bijgeleerd hebben? Wel, waar ik vooral naar uitkijk is de theorie versus de praktijk. Je hebt data product thinking, een zeer mooi principe waar dat je heel wat mee kan bereiken. Dat heb ik ook al een aantal keer toegepast. Natuurlijk in de praktijk, hoe ga je dat in een architectuur gieten? Hoe ga je een team structureren en borg je de nodige afspraken om je producten te gaan realiseren? Dan komen we al heel snel bij de principes van een data mesh terecht. Als we spreken over een gedecentraliseerde setup, is een referentiearchitectuur een data mesh en ook een referentieorganisatie. Nu, wanneer gebruik je dat? Welke stukken gebruik je ervan? En vooral ook, wanneer gebruik je het niet? Het is niet zo dat we nu allemaal massaal moeten inzetten op het gaan naar een data mesh. Er zijn ook redenen waarom je dat soms wel en soms niet doet. Bijkomend, Rogier houdt ervan om dingen bullshit te benoemen. Een van de zaken is vendor washing. Heel wat vendors die 1, 2 jaar geleden producten op de markt brengen, gaan vandaag exact dezelfde producten branden als een data mesh. Nu, een product op zich is nooit een data mesh. Het kan wel supporteren om naar een data mesh te gaan. Dus ik ben ook wel interessant, of ik kijk ook wel uit om naar de inzichten op dat gebied te kijken. Oké, boeiend. Dan zie ik u waarschijnlijk wel op onze webinar. Goed, Lode, tot dan. Joe.